Lisse en ik ben op zoek naar de box. In de box zit een product dat ik ga testen. Ik heb echt geen idee wat erin zit. Voor Robin. Ik ben benieuwd. Hoi. Ik ben Robin. Hoi. Zullen we maar gewoon openmaken? Ja. Oh, Nature Box. Een shampoo en een conditioner. Koud geperst met avocadoolie. Vrij van siliconen, vrij van parabenen en sulfaten. Oh, hij is vegan. Ja. Yes. Ben je vegan? Nee. Ik probeer het te zijn. Het is best lastig, jongens. Best lastig. Toch is het dan wel aantrekkelijk als het dan zo groen eruit ziet, hè? Ja. Heel natuurlijk of zo. Ja, de Nature Box. Hij is om het haar te repareren en de puntjes weer te herstellen. Hebben jullie daar last van? Nou ja, mijn haar pluist vooral heel erg. Dus ik doe het wel. Haar, of niet? Ja, en dan vooral als het vochtig is. Wassen jullie elke dag je haar? Om de dag. Als ik dan elke dag zou gaan wassen, dus echt maar mijn puntjes dan, hè, dan blijft het zeg maar heel erg droog. Dus ja. Er staat 96% ingrediënten van natuurlijke origine. Dat is wel echt bijna geen rotzooi wat erin zit. Nee. En het is 25% gerecycled plastic. Ja, dat is ook heel. Dus het is ook nog eens goed voor het milieu. En je kan het gewoon bij Kruidvat halen, dus ja, ik vind het echt ideaal. Hoef je niet meer speciaal naar een kapperszaak of zo. Het ziet er ook wel heel erg mooi uit, hè, die flesjes. Dat frisse, dat groene. Ja. Groen en natuurlijk. Heel clean. Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de prijs. Jullie niet? Hoe denken jullie dat die is? Meestal zijn hele natuurlijke producten wel iets duurder dan reguliere producten. Ja, dus ik denk wel rond 10 euro. Ja, ik denk je niet voor een shampoo? Nou, hij valt best wel mee. Hij is 5,99. Oh, jeetje. Ja. Zowel de shampoo als de conditioner. Oh, wauw. Waar gaan we op letten tijdens de test? Dat de geur lekker blijft hangen na het douchen en zo. Dat vind ik altijd wel lekker. Heel benieuwd naar. Ja, dat je dan zo... Wauw. Ja, dat mijn haar gewoon goed aanvoelt en gezond uitziet. En dat het mooi glanst. Ja. Dat helpt ook. Ja. Ja. Nou dames, ik ben benieuwd. Ja, we gaan hem testen. Let's try it out. Jullie kunnen zien, ik ben onder de douche. Het ruikt heel erg. Ik heb er echt niet heel erg veel van nodig. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb twee keer mijn haar gewassen. Ik heb daarna de conditioner gebruikt, meteen mijn kam doorheen gehaald. Dus wat dat betreft snel ontklit. Mijn haren die voelen gewoon heel erg gezond aan en heel erg glad ook. En daar ben ik echt heel blij mee. En het glanst ook netjes heel erg mooi. Een heerlijk product om te gebruiken. Ruikt lekker, geeft voor mij een vol gevoel. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Vegan, dus dat is voor mij echt een dik pluspunt. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden met het resultaat van de shampoo en de conditioner. Dus daarom geef ik het 4,5 ster. Van 1 tot en met 5, dan zou ik het zeker 4 sterren geven. En 5 sterren. Yay!